aflevering van Vruchtvlees! Hiervoor zou eigenlijk nog een aflevering komen met Michiel, maar helaas was ik de SD-kaart kwijt voor de mensen die mijn vlogs volgen. Dus ik ga een andere keer met Michiel opnemen. Toen hadden we zeg maar van die boterhamborst van de vegetarische slager uitgeprobeerd. Dat was best lekker, het smaakte gewoon naar de real deal. En dat is de uitslag in ieder geval. En nu gaan we andere dingen proberen, namelijk... dadelpecancake. Cream cheese, een soort raw chocolate reep, die werd aangeraden door Emilia. En koekjes. En die gaan we allemaal uitproberen en later mag gewoon beginnen. En dit is trouwens Jess, mijn zusje. Voor als je onder een steen hebt geleefd, dit is Jess. En Jeffrey komt net thuis. Maar door naar de producten. Ja. Laten we beginnen met koekjes. Dat is makkelijk. Lekker, hoop ik. Ik vind ze er gewoon uitzien als normale koekjes. Volgens mij zijn deze koekjes... ja, deze koekjes zijn suikervrij. Het enige zoetmeel is ahornsiroop. Ik denk niet dat de koekjes heel zoet zijn, maar ik ben heel benieuwd hoe ze smaken. Oh ja, ik zal het even zeggen voordat we deze koekjes gaan proeven. Deze koekjes waren €2,50. En dan krijg je best wel heel veel koekjes. Een koekje voor jou en een koekje voor mij. Die ruiken. Het ruikt wel lekker. Ik zeg dan 3, 2, 1. Ja, ik merk wel dat er geen suiker in zit. Ik vind hem een beetje smakeloos. Maar misschien ben ik gewoon verpest. Ik heb gewoon te veel koekjes met heel veel suiker gegeten. Het smaakt een beetje naar havermout of zo. Iets heel droog. Ja, het is 5 granenkoeken. Dus ik denk ook echt dat ze alle granen erin hebben gepropt. Een beetje ahorn. Zo, een beetje ahornsiroop erbij hebben gekleurd. En that's it. Mm. Maar ze zijn ook suikervrij. Dus dan ja, een vraag erop. Je vindt het zeker niet lekker. Niet zo. Ze houdt van alles wat super zoet is. Doe dat wel? Nee. Dat is wel zo. Je zit deze echt te snoepen. Oh. Oké, sorry jongens, ik heb het fout. Voordat ze vegan was, at ze heel veel. Was ze heel dik. Thanks. Dankjewel. Wordt gewaardeerd. Oh, moet je nog een keer ruiken? Moet je nog een keer ruiken. Dan ruikt het wel viezer. Ik vind het niet vies ruiken hoor. Oh my god. Oh. Ja, de kleuren deels op de grond moeten dan toch zuiger worden. Toch gezogen worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk voor als je suikervrij eet, dat het best lekkere koekjes zijn. Maar als ik dan toch al voor koekjes ga, ga ik toch voor ongezonde koekjes. En dan heb ik liever gewoon de echte zoete real deal. Dus ik zou ze niet nog een keer kopen. Ja. Ja? Je wilt het hele koekje niet eens meer opeten. Nee. Ja, geef maar hier. Door naar het volgende. Deze werd me aangeraden door Emilia. Dat is een van haar favorieten. Happiness Inside. Een raw chocolate. Deze zijn altijd wat duurder, die repen. Deze was namelijk... deze was €2,99. Dus gewoon 49 cent duurder dan het hele pak koekjes. Wow. Dat is vet. Ik moet zeggen... wow, er zit zelfs een blaadje bij. Waarvoor dat? The more I give, the more I receive. Een soort gelukskoekje. Ja, bijna gelukskoekjespapier. Aan de binnenkant is wel heel mooi. Het is wel zeg maar, je betaalt ook voor de vormgeving. Dat zie je wel. Vegan, gluten-free, dairy-free en fair trade. Dus helemaal goed als je deze eet. Ja. Had ze plat. Deze is de smaak mulberry en vanille erbij. Ik ruik het hier al. Ja, het ruikt wel sterk. Het is echt zo'n soort brownie, pure chocolade geval. Ja, het smelt op zich wel vrij snel bij mijn vingers en er zitten dus een soort nootjes of iets in. Daar zijn we weer. Wij gaan het proeven. Het is al over mijn vingers gesmolten, maar we nemen allebei gewoon een hapje. Wil je beginnen? Ja. Wel een normaal hapje, dat je iets kan proeven. Ik heb echt een muizenhapje genomen. Het is wel echt heel puur. Ja. Daar moet je van houden. Ik vind het wel lekker dat het een soort, het heeft een soort butterscotch idee, zeg maar. Heb je wel butterscotches? Nee. Dat je zeg maar dat er allemaal kleine, hardere stukjes in chocolade zitten. Oh nee, dat vind, ik vind het wel lekker. Alleen... ik vind dat ook wel lekker. Puur hou ik niet heel. Maar het is wel heel vullend. Wil jij een laatste stukje? Ik denk als ik echt in een chocoladebui ben, een echt pure chocolade wil, dat ik deze misschien, als die in de aanbieding was, nog een keer zou kopen. Ik vind de prijs sowieso wel te duur.
Maar ik vind hem wel lekker. Als ik het aangeboden zou krijgen van iemand, dan zou ik zeker wel weer eten. Goedgekeurd. En jij? Ja. Oh ja. Deze twee producten kun je trouwens kopen bij de Ecoplaza. Hashtag ook een abonnee. Ik hou hem hier weg. Het volgende product is deze dadel pecan cake. Ik ben hier persoonlijk heel benieuwd naar. Hij blijft echt super lang houdbaar. Dat vind ik best wel bijzonder voor een cake. Want deze is houdbaar tot 2 januari 2017. En ik heb hem gekocht. Ik heb hem 12 juni 2016 gekocht. En hij is houdbaar tot 2 januari 2017. Dus dit ding is meer dan een half jaar houdbaar. Dat vind ik wel een beetje, ja, gek eigenlijk voor een cake. Want meestal moet je een cake binnen 2 weken opeten of zo. Ik hou in ieder geval heel veel van dadels en pecanoten vind ik ook oké. Dus ik denk wel dat deze heel lekker is. Hij is wel 5 euro deze cake. Dus vind ik best duur voor een cake. Maar deze verkopen ze bij de Jumbo trouwens. Het ruikt naar krentenbol. Dat vind ik echt heel vies. Nou, ontbijt. Ik hou niet van krentenbol. Ik vind hem wel lekker. Hou jij van krentenbollen? Ja. Ik vind het echt precies smaak als een krentenbol. Ik vind het echt heel vies. Vind je het echt lekker? Nou, voor mij een dikke duim omlaag als je van krentenbollen houdt. Ik vind krentenbollen echt super vies, daar smaakt ze gewoon naar. Dus voor mij is het een duimpje omlaag, voor het is het een duimpje omhoog. Ja. Nee, ik had meer verwacht dat jij dit lekker zou vinden. Ik dacht echt van, dit was vol met noten. Ja, ik hou heel erg van dadels en zo. En nootjes vind ik ook wel oké. Ik niet. Maar ik hou er geen dadels uit. Hier ben ik het meest benieuwd naar. Ik heb ooit al van Tofutti een roomkaas geprobeerd. Maar dat was zonder herbs en cheese. Dit is dus met kruiden erbij. Er zit nog een stukje cake in mijn keel. Het ziet er zo uit. Ik vind wel dat hij er echt uitziet als een roomkaas. Het ziet er echt uit als kruidenkaas, toch? Het ruikt lekker. Het ruikt naar... Niet helemaal een kruidenkaas, maar wel naar iets. Ik weet niet. Maar dit. En dit gaan we op een broodje smeren. Ik heb 2 broodjes net in de toaster gedaan. En daar gaan we het op smeren. Oh, ik heb daar echt zin in, jongen. Het smeert ook als een roomkaas. En deze roomkaas heb ik gekocht bij Veggie for You. 3, 2, 1. Ik weet het niet. Ik vind het ook ergens een smaak. Waar smaakt nou dan? Nou, je hebt vaak een chipsmaak naar uien of zo. En daarbij prinkels of zo, en daar smaakt het best wel naar. Het heeft wel de structuur van roomkaas, maar het heeft iets zuurigs of zo. Ja, onuit. En ik kan eigenlijk niet goed peilen of ik dat nou lekker vind of dat ik het eigenlijk vies vind. Ik vind het heel lekker. Jij vindt het heel lekker? Ja. Oh. Ik vind het een beetje naar, ja, gewoon zo'n prinkels smaak uien proeven. Ik vind het dus wel roomkaasachtig, maar dat zure, ik weet niet. Ik heb bijna het idee alsof hij dan niet meer goed is of zo. Maar ik weet wel dat hij goed is. Maar door dat zurige, dat ik denk van dat klopt niet. Dus voor mij dit keer een duimpje omlaag. En voor jou? Voor jou een duimpje omhoog. Ik was sowieso niet zo enthousiast over de producten in deze video eigenlijk. Dat is voor het eerst. Meestal ben ik over veganistische producten, ja, over het algemeen wel enthousiast. Zeg maar de meeste vleesvervangers, die vind ik eigenlijk best vaak heel erg goed gelukt. Maar ik vind dit soort dingen ook altijd wel een beetje spannend om te proberen. Ik denk dat ik dan die Love Shock die Emilia had aangeraden, die het lekkers vond. Want die vond ik dus wel lekker. Alleen vond ik het veel te duur voor wat je ervoor krijgt. En daarna die koekjes, denk ik. Die vond ik wel oké. En de rest, ja, die dadelcake vond ik echt heel vies. Maar gewoon puur omdat ik echt een hekel heb aan krentenbollen. Krentenbollen vind ik zo vies. En ja, deze vind ik dan op de 3e plaats. Omdat jouw... top 4. Dit is mijn nummer 1. Dadelcake denk ik 2e. De chocolade. Of nou ja, ja, de chocolade denk ik tot 3. Ja. En de koekjes. Mocht je dit nou leuk vinden en nog een keer willen zien, dan kun je hier op het i'tje klikken. Of hier. Volgens mij hier. Ik weet het niet. Somewhere. Komt een i'tje tevoorschijn met de volgende aflevering. Die heb ik met Jeffrey samen gedaan. En ik zou dus binnenkort vragen of Michiel nog een keer een aflevering met mij wil doen. Zodat we dus nog een keer kunnen doen en hopen dat ik die SD-kaart niet kwijtraak. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze. Vergeet geen duimpje achter te laten. En in de reacties kun je ook nog altijd producten achterlaten die jij wil zien. Als jij nog een vegan product weet wat ik nog niet misschien geprobeerd heb. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!